Hallo, hallo! Wat leuk dat je kijkt naar deze video. En zoals je aan de titel hebt kunnen zien, hebben wij vandaag voor jullie een persoonlijke update. En gaan we jullie informeren over de zomerstop die we gaan inlassen. Ja, want we hebben eigenlijk besloten dat het roer een beetje op moet bij Willentien. Ja. In onze privélevens en in ons werkleven. Dus we gaan jullie vandaag toelichten wat onze plannen zijn. En wat je van ons kan verwachten de komende tijd en waarom. Ja, de bezem erdoor. Ja. Dat is inderdaad misschien wel goed om mee te beginnen. Dat is het overal gevoel wat we hebben. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik denk dat het ook heel erg afhangt van welke fase in je leven je zit. Maar wij merken juist nu alles weer een beetje opstart na afgelopen coronajaar. Dat we heel erg moe zijn. En dat het allemaal heel erg veel is geweest. En toen ik begon de eerste lockdown, toen was het maart. Toen was ik nog zwanger van Krijn. Toen ging het alles in lockdown. Toen ben ik van hem bevallen. Toen heb ik eventjes vrij gehad. Jij hebt toen echt keihard gewerkt. En sindsdien dat ik ook weer ging werken een maandje later, hebben we eigenlijk meer dan een jaar lang keihard gewoon gewerkt. Het was eigenlijk al toen jij net zo was van Krijn, voordat je ervan beviel, die oktober daarvoor ja, al. Dat is ook toen, zo. Toen nam het al een aanloop en dat het ineens zo druk werd dat we in december echt al best wel er doorheen zaten. Ja. En we dachten zo, kerstvakantie. Toen kwam dat. Toen kwam jij jouw verlof. Toen ging jij bevallen van Zoe. Ja. Ja, dat is waar. Ja, ja. Ja. Jij bent bevallen van Zoe. Er is heel veel gebeurd. Ja. Er is echt heel erg veel gebeurd. We zijn in dat jaar, vanaf dat moment, oktober dat 10 hoogzwanger was, zijn we eigenlijk heel erg hard gaan werken. Omdat we gewoon, ja. Heb ik dan dat hele stuk toen met Krijn, ja dat is waar. Had ik dan ook nog verlof met Zoe? Heb ik dat samen met Zoe dan half opgevangen ook nog? Of ging ze wel naar de crash? Nee, nou. Nee, want ze ging pas weer naar de crash toen ik alweer zwanger was van Siep. Ik heb nog een foto inderdaad dat ik bezig was met een video om dit aan te kondigen, geloof ik. Van alles wat er gebeurd was met haar nog op. Jee, wat dat is echt bizar. Ik stond er niet altijd weer stil. Nee, we hebben echt heel veel meegemaakt afgelopen jaar. Er is gewoon veel gebeurd. Ja. Nou, dit bedoel ik. We zijn eigenlijk in één stuk doorgegaan. Door. Je hebt het niet eens door. Ja. Ik had het ook niet eens door tot ik laatst op een gegeven moment dacht. Toen dacht ik, oké, de wereld start weer op. Maar ik ben echt toe aan een lockdown in eentje gewoon. Ik wil even helemaal niks meer. Ik heb het gevoel dat ik het niet meer bij kan benen. En dat had jij ook. Nou, ik denk dat we gewoon in één stuk door zijn gegaan. Ja. De kinderen thuis werken met lockdowns. Ja. De mannen, financiële onzekerheid. Ja. Ja, nou, werk wat ontploft. Ik ben de tweede keer moeder geworden en jij een kindje verloren. Daarna weer zwanger geworden met heel de emotionele rollercoaster eraan vast. Ja, er is gewoon bij Willentien achter de schermen. We hebben jullie natuurlijk ook meegenomen. Maar er is wat meer gebeurd, denk ik, dan dat we. Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen geldt. Dit is natuurlijk een hele rare tijd dit. We hebben dit met z'n allen nog nooit echt eerder meegemaakt. En ik denk uiteindelijk van, we staan volgens mij allemaal een beetje in standje overlevingsmodus. En volgens mij zijn we daar nog niet helemaal uit. Maar je voelt wel langzaam een beetje weer van, oké. Er komt nu weer een beetje het is weer ruimte. Zomer, hè, zeg maar. Er komt weer wat meer ruimte. Net als vorig jaar zomer eigenlijk. En nu denk je ineens van, jeetje, wat ben ik pleurig moe. Nou, dat hadden wij heel erg ook, dat Celeste ook zei, de stress is van jullie kopjes echt heel erg af te lezen. En we dachten van, ja, we zijn gewoon zo dusdanig moe dat we dachten, het roer moet even om. Dus we hebben voor nu even besloten om voor het eerst in onze carrière, wat we zelf ook best wel spannend vinden. We hebben hier lang over getwijfeld, we hebben heel lang over getwijfeld, maar we dachten, we gaan het gewoon maar doen. Zodat we zelf even op adem kunnen komen naar alles wat gewoon maar door blijft denderen. In augustus gaan we de hele maand geen video's uploaden, helemaal niks. Geen weekvlogs, geen vrijdagvideo's, gewoon even een maand helemaal niks. Er komt ook, hey, jouw kinderen zijn daarnaast ook nog eens vrij. Ik ga er zo meteen ook mee te maken krijgen. Hè, want Mike gaat over een paar maanden naar de basisschool. Ja. Dus dat wordt voor mij ook. Hè, dan kom ik weer een beetje ook in jouw fase terecht, zeg maar, met kinderen. Dus we dachten, we moeten het anders gaan inplannen. Ja. Ja. Nou ja, en we moeten het anders gaan inplannen. Maar we merkten dus ook, we hadden geen ruimte om het anders in te gaan plannen. Want we waren alleen maar bezig met werken. En we hadden dus geen tijd meer om te werken aan ons bedrijf. Dus in augustus, ja, we werken wel op een lager pitje door. Want ik kan maar beperkt werken, want kinderen hebben vakantie. Maar we werken wel door. Maar die tijd gaan we besteden om echt aan ons bedrijf te werken. En voor het nieuwe schooljaar, zeg maar, vanaf september weer een beetje te gaan kijken. Hoe moeten we dit anders invullen? Want wat ons wel duidelijk is, als wij straks allebei een burn-out hebben, dan is er gewoon even helemaal geen Willentien meer. En dat willen we gewoon voorkomen. Nee. Dus daarom weten we in ieder geval al zeker dat vanaf september ook de videoplanning anders gaat worden. We gaan vanaf dan niet meer twee keer per week uploaden, maar naar één keer per week. En dan gaan we elke maandag een video doen, waarvan twee video's per maand een vlog is. En waarvan
de andere twee video's per maand een andere video is. Ja. Dus die je normaal op vrijdag zou zien. Een gewoon doen, een paspop, een gewoon de keuken in. Gewoon de keuken gewoon in. Gewoon de keuken in. Dan in de keuken in of een ander concept, zeg maar. Dus dat die vrijdagvideo's worden dan maandagvideo's. Dus we blijven op maandag uploaden. Omdat we weten dat jullie altijd heel erg aan waarde hechten aan die maandag 4 uur. Dus we dachten, nou dat doen we. Het blijft dus altijd maandag 4 uur. Daar kun je van op aan. Maar augustus even niet. Maar in september beginnen we daar gewoon weer mee. Voor ons op een lager pitje hebben wij inderdaad meer ruimte om even op adem te komen. Maar ook gewoon... Ik denk zeker in verband straks met al die kinderen van ons op de basisschool. Dat het wel heel erg fijn is. En we gaan gewoon kijken hoe dat ons bevalt. Dat gaan we gewoon even uitproberen. Maar daarom willen we jullie natuurlijk wel even informeren. Ja. In augustus hebben we ook een strategie sessie gepland. Met Milou Jolien. Als je die bakkie met gezien hebt van haar over seksueel misbruik. Dat is Milou. En daar hebben we een strategie sessie ook mee gepland voor ons bedrijf in augustus. Dus we gaan een soort van één dagje op retraite daar om te werken. Dus we zijn onszelf even weer opnieuw aan het uitvinden. Ja, vooral de bedrijfsprocessen waarmee je als ondernemer te maken hebt. Die moeten gewoon weer eventjes, daar moet de bezem gewoon weer door. En dus aan het concept van Willem 10 gaat echt niks veranderen, maar wel dus de frequentie. Het wordt iets minder inderdaad. Ja. En we hebben bijvoorbeeld een videograaf eventjes op proef gaan we eventjes aannemen. Om te kijken hoe dat bevalt, zeg maar. En of dat goed gaat. Dat is voor ons ook heel spannend, hè. Want we hebben dat nog nooit uit handen gegeven. Dus als ik het zo opzom, denk ik zo, we gaan heel veel spannende dingen doen. We gaan namelijk... Ik ken helemaal geen video's uploaden, nog nooit gedaan. We gaan het uit handen geven, niet de vlogs, maar wel de andere video's aan een videograaf. Om te kijken hoe dat ons bevalt. En dus een strategie-sessie inplannen voor ons bedrijf. Met een soort nachtje weg ook. Hebben we ook nog nooit echt gedaan. Zo'n retraite dan, achtig iets. Dus we gaan allemaal nieuwe dingen doen hier achter de schermen. Ja. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat in jullie persoonlijke levens is. Of jij ook door de lockdowns en de coronacrisis ook anders bent gaan leven. Of een verlangen hebt om anders te leven. Of om bijvoorbeeld zoals wij nu, om even gewoon op adem te kunnen komen. Ja, wij hebben dat in elk geval wel heel erg gemerkt. En het andere deel is inderdaad, straks hebben we te maken allebei met zomervakanties. Nu had ik nog een soort van semi-geluk dat als ik thuis moest zijn voor de kinderen tijdens de zomervakantie, kon Tine dan opvangen. Ja, dat was voor mij ook heel lekker. Ik heb nu ook nog geluk dat ik denk, ik geniet echt van deze laatste zomervakantie die ik heb. Van boy. Laatste zomervakantie met de kinderen. Zeg maar, ik heb wel een beetje een voorproefje kunnen krijgen hoe het is met lockdown, zeg maar, met continu kinderen thuis. Een beetje een zomervakantie voorproefje. Maar ik geniet er nu nog wel eventjes. Moet je zeker doen, En ik ben ook wel blij dat we dit voor onszelf hebben gekozen. Een aantal van jullie zeiden het ook al in de weekvlogs. We hebben het wel eens vaker genoemd volgens mij. Tenminste, ik wel in mijn weekvlogs ook. Dat ik zei, jongens, ik ben gewoon heel moe. En dat ook aan jullie al zeiden, pas goed op jezelf. En jij wil op jezelf, anders dan gaat het mis. En daar hebben jullie ook helemaal gelijk in. Want dat gingen we wel een beetje merken. Dat we dachten, ik kon bijvoorbeeld niet in slaap komen voor 1:30 s'nachts. Heel vaak, ik heb dat nu nog steeds best wel een beetje. Dat ik gewoon tot 1:00 s'nachts niet in slaap kan komen. Dat zijn gewoon dingen van ik denk... Ja, dat is niet of wil goed, die echt van alles vergeet wat ik normaal nooit zou vergeten. Nee, schandalig. Nee, dus het is zo. We zijn veel meer dat... En daarom merk je dat het gewoon te gek wordt, zeg maar. Misschien heb jij dat zelf ook wel. Wij hebben bijvoorbeeld dan vergeetachtig gewoon worden. Ja. De planning, dat loopt gewoon helemaal in de soep. Of gewoon de puff niet om ergens aan te beginnen wat echt af moet. Dat merk ik bij mezelf. Dan denk ik, oh my god, dan zit ik heel de tijd aan te hikken. En dan ook echt extreem, weet je wel. Het moe zijn continu. Ik kan dus niet in slaap komen. Dan loop ik altijd te piekeren. Wat is het? Ik weet niet. Ja, niet per se te piekeren. Ik kan gewoon niet in slaap komen. Nee. Nou weet je, en het is ergens denk ik ook, we delen het ook omdat het genormaliseerd moet worden. Je moet niet pas stoppen als je een burn-out hebt. Want dan is het heel vaak, in de maatschappij is het zo, als je een burn-out hebt, dan heb je het heel bont gemaakt. En dan inderdaad, dan ben je te ver gegaan en dan moet je nu rustig aandoen. Maar het is natuurlijk veel sterker als je kunt aanvoelen, oké, we gaan nu richting een punt dat we het niet meer volhouden. Dat je eerder stopt, dat je voordat je echt over de grens heen gaat en uitgeput raakt, dat je daarvoor stopt. Dus bij deze ook de aanmoediging, als jij wel eens aanvoelt in je werk of in je persoonlijke leven van ik zit nu echt aan de tax. Dat is prima voor een paar weken. Een paar maanden kan je ook nog volhouden. Maar wij beginnen nu na een jaar echt te merken, oké, een jaar zeg maar in versnelling 6, dat moet je niet te lang doen. Dus nu moet het stoppen. Nee, dus dat geldt ook voor jou. Dat is gewoon wat er mee wil geven. Dat is altijd een beetje van die werkparen. Dus ook, dat is een beetje ook onze downfall. Geen van tweeën gaat dan zeg maar denken minder of zo. Wij zijn ook echt niet zo van, we nemen heel veel vrij. Het feit dat we nu vrij nemen is puur omdat ook onze vakantie aangeboden werd, zeg maar. Ja, dat is echt waar. En dat is op zich maar goed ook, eerlijk gezegd, dat iemand dan onze vakantie aanbiedt van vakantie lijkt. Anders zouden we waarschijnlijk niet eens zeggen, we nemen vrij. Wij moeten daar heel erg op bedacht zijn van... Ja. Dan nemen we vrij. Daarom is het heel goed dat wij kinderen hebben. En dat ze straks schoolvakanties hebben. Dat we schoolvakanties hebben. Want dan moeten wij dus ook in versnelling 2, zeg maar. Of 1. Ja. Of nog lager. Dus dat is voor ons wel echt een hele goede stok achter de deur om meer
vrij te plannen. En het grappige is, wij prediken altijd allemaal dingen zoals me-time, ja, tijd voor jezelf. En in zekere zin, we proberen het ook echt, want we zijn heel goed aan het sporten. Dat is ook me-time, vind ik. Ik doe sowieso één keer per week meditatie, ook wel 's avonds. Nou, volgens mij ben jij ook heus wel tussendoor te journalen en dat soort dingen. Dus zeker, we doen er ook aan. Maar werk is volgens mij wel een lesje. Dat is moeilijk. Dus we gaan het roer een beetje omgooien. Bij deze dus de informatie wat er gaat gebeuren, wat je kan verwachten van ons. En we hopen hier ook gewoon een beetje mee te inspireren. En een leuke, we komen terug in september, gelijk met een gewoon doen video. En dan kan je vertellen dat we daar alle twee echt geen zin in hebben. En nu echt al klamme handjes hebben van het zweet gewoon. Dat ga je nog zien inderdaad. Er komt heel veel leuks aan. Er komt super veel leuks aan. We zijn er dus een maandje niet in augustus. Maar daarna zijn we fris en vrijdag weer back on track. En dan ga je één video per week van ons zien. Waarvan twee vlogs en de andere twee zijn andere leuke video's. Nou, laat weten hoe het met jou is. Hoe het met jou in je persoonlijk leven, in je werkleven. Wat je dan wil delen. We zijn heel benieuwd. Inderdaad, weet je wat jij net zei ook over de lockdowns. Merken jullie nu ook pas de nasleep een beetje ervan? Of hebben jullie er niet zo last van gehad? Vond je het juist wel fijn? Ik vond het enerzijds trouwens ook wel weer fijn dat je rustiger aan moest doen. Dat merkte je wel, want je kon toen eigenlijk ook niet zoveel. En misschien juist omdat alles nu weer opstart dat je denkt, nu moet er weer van alles. Ja, zo, ook weet dat. Je wel. Ja, het is een beetje een combo of zo. Ik heb wel vooral echt gewoon dat thuiswerken met kinderen. Nee, dat heeft me drama. Echt genekt. En daar heb ik nog steeds wel een beetje last van. Want ik dacht laatst, ik zag zo ontzettend op tegen de zomervakantie. En ik vond het zo stom van mezelf dat ik dacht, waarom zie ik zo tegen die zomervakantie op? Want mijn kinderen zijn thuis. Voor je kinderen ik, heb, ook, ik kan ze 6 weken lang om me heen hebben. Welke moeder wil dat nou niet? En toen dacht ik, maar het komt echt door die lockdowns. Daar heb ik gewoon echt nog een halve hyperventilatietrauma van. Dat je dan zoveel moest doen en die kinderen waren er. En schoolwerk. Ja. Het is gewoon en is gewoon geen leuke combinatie. Als je en moet werken, zeg maar, en je telefoon staat roodgloeiend en de mailbox. En je kinderen zitten hangen aan je been. Zeg maar, dan wil je ook, je wil full focus op je kinderen hebben. Want dat is belangrijk, maar dat kan dan ook niet. En dat is heel frustrerend. En je wil ook je werk goed doen, maar dat kan dan ook niet. Zeg maar, want dat gaat ook chaotisch. Alles dus dat half. Is alles half. Dat is eigenlijk niet... niet te doen. Dus daarom is het maar goed dat we dit even hebben besloten voor nu, denk ik. Wij gaan eventjes een klein beetje bijkomen en onszelf op de bedrijfstechnisch weer een beetje opnieuw uitvinden. En dan zien we jullie in september weer met heel veel nieuwe leuke video's. Yes, dankjewel voor het kijken en leuk als je meepraat in de comments natuurlijk. Yes, doei! Doei!